Ambassadeur Gardelito Hiwaki heeft zijn geloofsbrieven aangeboden aan president Kersti Kaljulaid van Estland. Dat gebeurde op 4 december in Tallinn, de hoofdstad van Estland. Hiwaki is niet residerend ambassadeur van Suriname. Na de ceremonie heeft Hiwaki met president Kaljulaid gesproken over een eventuele samenwerking op onder andere het gebied van e-government en klimaatverandering. De ambassadeur zal ook gesprekken voeren met de Kamer van Koophandel en fabrieken in Estland. Hij benadrukt dat er aardig wat voordelen te halen vallen uit deze samenwerking. De diplomatieke relatie tussen Suriname en Estland begon in het jaar 2005. Ambassadeur Hiwaki is de eerste ambassadeur van Suriname voor Estland.